Ik ben aan hoor, als die deur open gaat. Zo, zo. Hé, hey, dezelfde haar als Eva. Wij! Ja, dat klopt een beetje wel, hè? Ja. Hi, hoe heet je? Hallo, ik ben Kjeld. Ik ben 21 jaar en ik kom uit Den Bosch. Uit Den Bosch? Ja. Gezellig. Gezellig. Heb je ook een carnaval gevierd? Ja. Dat is kei gezellig. Ja? Altijd, hè. Wat heb je aangedaan met carnaval? Van alles. Echt elke waar? Dag iets anders. Echt waar? Ja. En wat heb je nu allemaal aan? Nou heb ik een mannenlegging aan. Mannenlegging? Ja, een mannenlegging, ja. Is het niet gewoon een skinny jeans? Nee, kijk, het voelt echt als een soort legging. Oh, joh. Maar dan is het voor mannen. En dan, daaronder heb je wel dan ook een onderbroek aan, neem ik aan. Ja, een onderbroek en een corrigerend hemdje, want... Dan is het wel strakker. Hebben ze dat tegenwoordig ook voor mannen? Ja, dat noemen ze Spanks. Ja, Spanks? Ja, maar dat helpt voor vrouwen. Dat is alles net iets strakker, hè? Maar als je dat dan loslaat, wat gebeurt er dan? Ja, eigenlijk niet zo heel veel. Oh. Het is meer het idee, denk ik. Ja, het voor jezelf ook, hè? Het voelt lekker. Maar het voelt gewoon lekker. Nou, wat heerlijk. Hey, als jij opstaat, hè? Ja. Wat is jouw levensspreuk? Wat houdt jou nou echt lekker gewoon op de been? Ik zeg altijd tegen mezelf, ik kijk altijd natuurlijk in de spiegel als ik mijn haar ga doen, dan denk ik altijd, ja, het is geen feest als Kjeld niet is geweest. Hey! Maar gewoon ik maak gewoon van elke dag een feestje. Oké, dames en heren, jullie kunnen allemaal naar huis, want ik ga natuurlijk Idols 2016 winnen. Ik ben Kjeld, ik ben 21 jaar en ik kom uit Den Bosch. Stop. Je kan net zo goed je spullen pakken en naar huis gaan. Want ja, hier staat een nieuwe idool van Nederland. Dat weten jullie toch allemaal wel? Mijn grote droom is om natuurlijk Idols te winnen. Voor mensen op te treden, mensen te entertainen. Ja, je kan mensen blij maken. Je kan mensen een gezellige avond uitgeven. En dat vind ik wel heel belangrijk. Kijk deze! Je komt heel vrolijk en blij over. Ja. Is dat je leven ook geweest? Een grote blije, happy peppy? Nee, dat niet. Ik begon eigenlijk in 2012. Toen kwam ik in het ziekenhuis te liggen. Met een zware hartafwijking. Dan schrik je de pleuris als je 18 bent en iemand zegt je hart is niet oké. Ja, klopt. Ja. Dat was wel echt even een heel diepe put voor mij. Zeg maar. Ja. Ja. Door die gebeurtenis haal ik wel echt alles uit het leven. Ik geniet van elke dag en pak alle kansen die je maar kan aanpakken. En ik geniet gewoon van elke dag. Goed. Ja. En nu ben ik hier. Ja. Kjeld, wat ga je voor ons zingen? Ik ga You Are So Beautiful zingen van Joe Cocker. Oh, jeetje. Van Joe Cocker. We gaan voor de rest niks niet over zeggen. Heel veel succes. Ja, dankjewel. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. Can't you see? You're everything I hoped for. Really You're tight, everything I need. You are so beautiful to me. Dat was het. Ja, het was heel gedragen. En daardoor ook... daardoor gebeurde er ook niet zo heel erg veel. Okay. Het was eigenlijk net alsof je ook een soort corrigerend ondergoed op je stembanden hebt zitten. Waardoor het de hele tijd hetzelfde blijft zitten of zo. Nee, ik ben wel heel zenuwachtig, hoor. Dus het komt ook daardoor, hoor. Grotendeels. Ja, je drukt hier, maar misschien zit het iets strak. Ja. 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 Ik vind je wel heel leuk. Ik vind het superleuk. Dat is het punt. Kjeld, dat liedje was een soort dodenmars. Dat is gewoon bijna niet doorheen te komen zoals jij dat brengt. Okay. Terwijl, het is natuurlijk gewoon, weet je, echt een liedje met een boodschap. Ja, inderdaad. Dus ik hoop dat je dit nooit voor iemand zingt die je ook echt daadwerkelijk mooi vindt. Want dan doe je die persoon wel ernstig tekort. Is dat... En als ik mij nou bewijs in de volgende ronde? Ja. Dan zal je wel door moeten gaan vandaag. Dat is wel een voorwaarde. Dat is wel handig, denk ik. Dat is wel handig, ja.
Zullen we gaan stemmen? Absoluut. Maar ik weet eigenlijk gewoon nog niet wat ik moet zeggen. Oké, nou we beginnen bij jou, Hans. Kjeld, van mij krijg je echt een dikke nee. Oké. Waarom nou weer een dikke? Nou, omdat het gewoon echt niet goed is en ik wil een idol zien. The package works, maar de inhoud is gewoon niet goed. Oké. Eva? Ik vind je een leuke jongen, alleen je maakt gewoon te veel fouten. Dus dan, ja, dan is het wel gewoon idols, weet je wel. En dan moet ik gewoon deze keer nee zeggen. Oké. Voor mij is het ook een nee, Kjeld. Sorry. Okay. Voor mij ook. Oké, toch hartstikke bedankt. Dank je wel. Misschien tot de volgende keer. Oké. Doei. Dank je wel. Je bent wel de leukste die niet doorgaat, qua hoe je het opneemt. Ja, oké, dan ben je die niet doorgaat, de beste. Ja, precies. Oké, doei. Ik vind je haar top. Dank je wel.